1-2 winst voor Willemsen betekent een gelijk spel. Maar als Edwin de Jong wint, wordt hij kampioen. Druk staat er nu volop. We gaan kijken naar de... Eerst eens even naar deze setting. Waar de sfeer aardig hoog. Supporters zich ook beginnen te melden aan het front. En de spelers. Edwin de Jong, heeft hij wel eens zo'n belangrijke wedstrijd meegemaakt? Strijd om het kampioenschap. Willemsen moet 2 legs winnen om hier nog wat te maken. Bij 2-1 krijgen we gewoon een winnende wedstrijd. Je moet de bovenste pakken. Je moet de bovenste pakken. Bovenste, ja, toch? Leuk. Die zit kruis, ja. Laatste wedstrijd van het seizoen, het rare seizoen 2021. En de beslissing valt ook in de laatste wedstrijd. En dat komt omdat Maarten Jilseke 39 geworden, daardoor 2 bonuspunten kreeg. De situatie is zo, Edwin de Jong, wint hij, is hij kampioen. Wint Willemsen met 3-0, is Maarten Jilseke kampioen. En wint Edwin, of wint Willemsen met 2-1 van de Jong. Is het een gelijk spel? En dan krijgen we een, ja, ik denk gewoon een echte finale wedstrijd. Dus dat zou het mooiste zijn. Als Willemsen 2-1 wint, dan krijgen we een echte finale. En we gaan kijken naar die laatste wedstrijd van het seizoen. Of niet? Dat is de vraag. En Willemsen, die pakt meteen de boel. En we gaan kijken naar die wedstrijd. Supporters beginnen zich ook erin te mengen. En dat kan wel eens een psychologisch voordeel zijn voor Dennis Willemsen. Wat wel een echte... We gaan kijken naar de misschien laatste of misschien wel ene laatste wedstrijd van dit seizoen. Dennis Willemsen trapt af. Kan hij dan zout in de wonden strooien van Edwin de Jong? We gaan kijken. Gaat hij steeds 60 gooien? Nee. 45. Niet wakker. Nee, Max Kloes niet wakker. 35. Dan had hij nou 54. Kijken of de jongen onder de druk kan presteren. Tot nu toe ging dat uitstekend, maar deze wedstrijd brengt toch weer extra krachten los in de zaal. Bij de spelers. Dat is altijd maar de vraag hoe een speler daarop reageert. Hij volgt ook met 41. Tot nu toe gelijkwaardig. Youssef staat in spanning. Youssef staat in spanning achter. Zeker weten. Lekker Willemsen, maar Willemsen. Hij loopt echt in de handen van Willemsen. Boop de achtergrond Maarten Jilsen, die zit hier achter ons mee te kijken met de wedstrijd. We hadden hem net wel even aan het woord. Maarten, hoe sta jij hier te kijken naar deze wedstrijd nu op dit moment? Ja, volle spanning, volle spanning. Ik, ik moet... Moet gaan winnen. Hij moet is voorbij. We onderbraken even 50 score van Willemsen. Ja, Maarten zegt Willemsen moet winnen. En dat klopt. Maar Edwin de Jong reageert ook met een 85. Dus het is 70 voor Willemsen. Bullseye, dat zou hij niet gaan doen. Of gaat hij daar wel voor? Wil hij het in stijl afmaken vanavond? Kan alsnog. Dubbel 18. Oei, oei, oei. Het kan zo spannend worden. Maar misschien dat de Jong vanaf 88. Kijk eens eventjes. Dubbel 12 voor de 1-0. De Jong verrekent zich. Oh, 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 oh. Zo zie je dat onderwijs ook niet meer is wat het geweest is. Oh! Oh, 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 oh. Zaal wordt gek. Zaal wordt gek. 1-0 de tussenstand. 1-0 de stand. Support voor de... Nou, vindt u wel komt er een finale wedstrijd? Ja, maar wordt een finale wedstrijd? Nee, dat niet. Jawel. Nee, je wordt een finale wedstrijd. 1-2. Nee. Weet ik niet. Nee, het is niet. Oh, Willemsen moet 2-1.
Ze moeten nog één leg pakken. Willemsen, op het juiste moment on fire, dat is de vraag. We gaan in die tweede leg. Willemsen, we moeten even het kopje erbij houden nu. Tweede leg. Edwin de Jong moet zich herpakken. Alles om voor te spelen. 47 scoren. Kan Willemsen daar iets tegenover zetten? Maarten Wielsing hopend. 60 scoren. Prima scoren. Kruipt weer naar de Jong toe. En de Jong vindt die triple 19 makkelijk. 65 voor Edwin de Jong. Doet dit hoor. 85 score van Willemsen. Ja, daar gaan we weer. De sfeer begint toe te nemen. Weer die triple 19 voor de Jong. Niveau 59, 136 voor Dennis Willemsen. Dertig scoren, dat is jammer. Zet de Jong nu niet onder druk. Tops voor de Jong, voor de 1-1. Pakt hij niet, dubbel 10 voor de gelijkmaker. Nee, pakt hij niet. Dennis Willemsen, kan hij gaan stunten vanaf 106. 106, 20, 14, 13, 16. Willemsen lijkt even de weg kwijt te zijn. Misschien even... Juist, gepakt door de sports dubbel 10, de Jong nog steeds. Moet hij wel gaan gooien nu. Doet hij, ja hoor, doet hij, ja. Doet hij, de Jong pakt 1-1. En... Hele belangrijke set nu. Lek, hele belangrijke weg. Als Willemsen weet is het gelijk spel. Edwin de Jong, pakt hij deze lek? Wint hij het kampioenschap? Dennis Willemsen, pakt hij deze lek? Kijk eens, pakt hij 100! Pakt hij 100 hoor, pakt hij 100! Pakt hij 100! Edwin de Jong, pakt de 9. Dennis Willemsen net geopend met 100 scoren. Wat gaat hij nou nu neerzetten? Kijk, ja, nou, wat is het? 73 scoren. Houdt 128 over tegen 292 van de Jong. De Jong moet nu gaan leveren. Anders krijgen we een finale beurt. Dat wil hij ook. Dat wil hij ook niet. Maar dan gaat... Enorme spanning. Daar gaan we nu naartoe. Willemsen moet rustig blijven. Heeft nu een gat. Een gat van ruim 100 punten. Moet hij rustig blijven. 105. Hey, Willemsen. Ja, hij pakt even zijn rust. Pakt even zijn rust. 103 over. Maar de Jong is net niet. Net niet. Net niet. Wordt de druk hem uiteindelijk toch te veel hier voor de live camera. En ook Willemsen. Die kruipt wel heel. Kruipt. Nee, 209 tegenover 80. De Jong moet zich nu gaan focussen. Weet als hij deze lek pakt dat hij kampioen is. En anders moet hij nog een hele lastige wedstrijd tegen Maarten Jeuze gaan spelen. Die nog steeds achter ons staat. Het nog steeds bekijkt. Willemsen heel erg op zoek naar die tops. 70. 65. Willemsen laat zich enigszins opnaaien door het publiek. Dat moet hij niet doen. Hij moet zijn kop erbij houden. Maar de jongen vanaf 165. 165 geen finish. Zometeen tops voor Dennis Willemsen. Dennis Willemsen kan gaan stunten. Spanning neemt toe. Supporters pakken. Voor de boel. Tops voor Dennis Willemsen. Sorry. Focus nu bij Willemsen. Dubbel 15. Voor de 2-1 en de finale wedstrijd. Oh, scheelt heel weinig, maar het scheelt wel te veel. Kan zich beter doodgooien, zou je zeggen. En ook dat is lastig hoor, doodgooien. Dat is heel... Drie, dus... Drie keer niks, de jongen vanaf 122. Jongen, wat een spanning hier zeg in het kreugje. Het is echt niet harde.
En... Oh, Willemsen. Top stops voor de Jong. Voor... Oh, dubbel 10 voor de titel. Edwin de Jong. Dubbel 10, iets te nonchalant gegooid. Dubbel 10. Dubbel 5 over. Willemsen moet zijn kop er nu even bij houden. Ja, man! Jeetje, Mina. Nog steeds dubbel 5. Voor Edwin de Jong. Voor het kampioenschap. Hangt er heel vervelend voor. Hangt er heel vervelend voor. Dubbel 2 zometeen. Dubbel 2 over. 1 dubbel 1. Dennis Willemsen. Single 1 gegooid. Dubbel 1. 1 is gegooid. Pak die 4 in. Gooi hem niet in de ring, hè. Kijk nou maar naar het bord, Willemsen. Daar gaat hij. Scheelt niks! Scheelt niks! Scheelt heel veel. De Jong, dubbel 2. Kampioenschap in zijn handen. Ja, pakt hij! Ja hoor! Pakt hij, Edwin de Jong. Hij moest van ver komen, maar Edwin de Jong neemt het kampioenschap. Edwin de Jong pakt, ongelooflijk, hij pakt hem, moest van heel ver komen, spanning zat erop en pakt uiteindelijk de overwinning. Edwin, misschien kun je er even bij komen, jongen. Gefeliciteerd, ja, jezus, zo starten in de wedstrijd, toch terugkomen. Ja, er stond flink wat spanning op, moet ik wel zeggen. En kijk, Willemsen komt op 1-0 voor. En hier toch een beetje. En, ik wil over zeggen, ik ben er gewoon sprakeloos. Ja, tweede leg kwam je goed terug. Met derde leg zat je eigenlijk al heel snel op een ruime achterstand. Maar zag je Willemsen enorm moeite hebben om een uitwerp te krijgen. Ja, eerlijk gezegd was ik me mentaal aan het voorbereiden op die finale wedstrijd tegen Maarten Jilsing. Maar toen zag ik. Je zat al met je hoofd in die finale. In die finale wedstrijd, ja. Ik denk die derde leg, dat gaat er niet meer worden. Want, maar toen zag ik Willemsen een keer op 1-1 komen. Ja, en elke darter weet, dat is pas. En ging ik er flink voor. Nou, je hebt sinds de kamer, dat heb je eigenlijk gepresenteerd. Voor, toen we live waren, verloor je de potjes. En sinds we live zijn, win je alles. Dus dat is toch met druk om kunnen gaan, hè? Nou ja, gek op alles wat met ICT maken. Dus ook webcammetjes en zo, hè? Ja, pakken we nummer 2 er ook even bij, Maarten Hulsing. Maarten, wat, ja, je hebt met mixed feelings zitten kijken, denk ik, net die laatste pijlen. Ja, allereerst felicitaties naar Edwin. Fantastisch toernooi gespeeld, kan niet anders zeggen. Ja, jammer dat het geen finale strijd is geworden, maar ja, zo is het nou eenmaal. Helaas, ik denk dat we lekker gaan afsluiten, of wij jezelf nog even een woordje... De grote titel komt er nog aan. De grote titel, oh god, tuurlijk, de beker, ja, jezus. Nee, ik was er... Waar gaan we heen? Even de losse kam. Jongens, even met z'n allen... Waar staan we? De eerste felicitaties, helemaal... Ja, toernooi, Ed, ik had hem, als ik eerlijk ben, had ik hem... Wat zeg ik, sta ik niet in beeld? Het niet, kom even staan. Hier? Kijk. Even opnieuw, toernooi-directeur. Fantastisch hoe jij dit allemaal voor ons neerzet. Publiek zit bij alles gewoon. Standen, virtuele stand. Toch ook weer in deze een mooie locatie op de kop getikt. Ik had heel graag deze beker zelf in handen gehad. Zo eerlijk ook zijn. Maar ik ben hem hier van harte gefeliciteerd. Terecht de winnaar! Ik wil nog Café het Keukentje bedanken voor de gastvrijheid. Ik heb mijn cadeautje in gedachten, maar die is een beetje vertraagd door de Sinterklaasdrukte. Dus die volgt nog in ieder geval. En ook de prijzen voor nummer 3 en 2, ik weet niet wie het geworden zijn naar boven, maar komen er ook nog aan. Nou, Jussie 2. Jussie 2 en... Jij 3? Willemsen derde.
komen er ook, de prijzen komen er nog aan. Ik moet nog even iets zeggen, jongens. Oh. Met de microfoon. Ja, goedenavond. Allemaal bedankt dat je hebt genoten vandaag van deze fantastische sportdarts. En uiteindelijk gaan we weer door. Uiteindelijk komt Café Het Kreugje de wereldkampioenschappen eraan in december. En natuurlijk gaan we weer door met z'n allen. Dus vandaag vraag ik je uit op vrijdag. Even kijken hoor, dames en heren. Het gaat nu een beetje hard. We gaan beginnen vrijdag 17 december met Het Kreugje de wereldkampioenschappen. En die eindigt natuurlijk op 2 januari. Wees dan weer welkom. Fijne avond. De groetjes thuis. En bedankt. Dit is de oude stand na de laatste wedstrijd. Die gaan we even updaten. Ja, we hebben een goede foto. Jong, moet je nog even op de foto een beetje dubbel 2. Ja, we gaan hier ook afsluiten. We zullen de stand nog eventjes eenmalig bijwerken. Dan kunnen we kijken. Maar Edwin de Jong, door het oog van de naald pakt hij die 2-1 overwinning. Enorm belangrijk. Was het 1-2 geworden? Moet je nagaan. Hadden we hier nog een finale pot gehad? Had iedereen stiekem wel opgehoopt. Maar het was een mooie dartavond hier in het Kreugje, in Hoevelaken. We kijken of de stand up-to-date is. Komt het volgende scherm aan. 3, 2, 1. Ja, is die. En dit is uiteindelijk de eindstand. Een 3 punten voordeel van Maartios, of Edwin de Jong, 83 op 80. En de rest, Dennis Willemsen, gepaste afstand 70. Joost van Heuvel, 66. Was dan dicht bij die derde plek, maar was net iets te veel. Ja, we gaan hem afsluiten hier. Het was gezellig in het Kreugje. Mooie dartavond. Edwin de Jong wint de Masters van 2021. En volgend jaar zijn we gewoon weer terug. En ik zeg tot dan.